Vandaag wil ik u eigenlijk graag mijn onderzoek over de intergenerationele transfer van de officina plantiniana aan u voorstellen. Ik ga dan even mijn scherm delen. Ja, wat is gebeurd? Tegenwoordig hebben grote bedrijven gemiddeld een levensduur van ongeveer 40 jaar. En minder dan een derde van de familiebedrijven haalt de tweede generatie. De overdracht aan de volgende generatie vormt bij familiebedrijven dus vaak een doorslaggevend knelpunt. Want het is immers echt niet evident om een capabele opvolger klaar te stomen die het bedrijf op zijn beurt in de gezonde staat aan de volgende generatie kan overdragen. En vaak staat er gewoon geen opvolger klaar, is hij niet geïnteresseerd of gewoonweg niet capabel. En de officina plantiniana vormt hierbij een grote uitzondering. Want van Christoffel Plantijn in het midden van de 16e eeuw tot Eduard Moretus ruim 300 jaar later slaagden de Moretussen erin om het familiebedrijf 8 keer naar de volgende generatie over te dragen. En dit fascineert me eigenlijk al geruime tijd. En als archivaris oefen ik mijn droomjob uit om het Plantijnse archief te ontsluiten en te digitaliseren voor onderzoekers. Wegens de uniekheid en de enorme waarde van voor het boek historisch onderzoek heeft UNESCO het archief op de Memory of the World lijst ingeschreven. En de Vlaamse gemeenschap heeft het daarnaast ook nog op haar topzoekenlijst geplaatst. Tijdens een routineverkenning van het archief viel mijn oog op enkele archiefstukken in het handschrift van Balthasar II Moretus. Op het eerste zicht leken het concepten van zijn testament en vermoedelijk is dat de reden waarom ze aan de aandacht van Leon Voet zijn ontsnapt en hij ze niet als archiefbron heeft gebruikt in zijn standaardwerk The Golden Compasses. Na de lectuur stel ik vast dat het om instructies aan zijn toekomstige weduwe en erfgenamen ging. In de instructies legde Balthasar II Moretus bevattelijk alle aspecten van de bedrijfsvoering aan zijn onervaren erfgenamen uit. Hij voerde ook een draaiboek toe voor de overdracht van het familiebedrijf van generatie 4 naar generatie 5. Daarnaast gaf Balthasar Moretus zijn kinderen ook vaderlijk advies over maatschappelijke thema's zoals het huwelijk. Vandaag wil ik u eerst introduceren in de persoon van Balthasar II Moretus en de instructies die hij aan zijn erfgenamen heeft nagelaten. Vervolgens zal ik bespreken wat Balthasar II Moretus in zijn instructies heeft voorgesteld en wat zijn weduwe en erfgenamen na zijn overlijden werkelijk hebben gedaan. In het tijdsbestek van deze lezing kan ik niet alle onderwerpen behandelen. Ik zal me beperken tot het vaderlijk advies over maatschappelijke thema's, de vernieuwing van het algemeen privilege, de handelsstrategie, de organisatie van een liquidatieveiling en de overdracht naar de volgende generatie. In het meest recente nummer van De Gulden Passer, dat tevens een speciale uitgave is ter gelegenheid van 500 jaar Christoffel Plantijn, heb ik een uitvoerig artikel over de instructies gepubliceerd. Ik ga even het boek tonen. Ja, dan heb ik het over dit boek. Guido heeft daarnet getoond dat het te koop is in de webshop van de bibliophilen en het wildra ook in de museumshop van het Museum Plantijn Moretus. En achteraan dat artikel vindt u ook de transcripties van de instructies met een Engelse vertaling terug. Balthasar II Moretus was eigenlijk de vierde generatie bedrijfsleider van de officina plantiniana. Hij erfde het familiebedrijf in 1641 na het overlijden van zijn gelijknamige en kinderloze oom Balthasar I Moretus. Volgens de woorden van zijn oom was de jonge Balthasar de enige hoop van de Plantijnse drukkerij. Want Balthasar's oudere broer Jan III Moretus was zwakzinnig of misschien zelf of zwak begraafd. Was alleszins niet de normale mentale capaciteiten. En zijn zussen Maria en Elisabeth die waren gehuwd met buitenstanders van het boekenvak. Balthasar II Moretus liep in Antwerpen school bij de Augustijnen en ook bij de Jezuïten en verbleef ook nog een jaar in Doornik om Frans te leren. In 1632, op de leeftijd van 16 jaar, ging hij aan de slag in de Plantijnse drukkerij. Zijn oom Balthasar I Moretus leerde hem de knepen van het vak. En 4 jaar nadat Balthasar II zijn oom was opgevlocht, huwde hij met Anna Goos. Zij bracht 12 kinderen ter wereld, waarvan 8 de volwassen leeftijd bereikten. En alleen de oudste zoon, Balthasar III,
zou trouwen. Alle overige kinderen traden toe tot de geestelijkheid. Na het overlijden van zijn moeder in 1655 kocht Balthasar twee moretjes zijn zussen en broer uit en werd zo de exclusieve eigenaar van de officina plantiniana. Tijdens zijn leiding steeg de waarde van het familiebedrijf van 159.000 Carolus-gulden in het jaar 1642 tot 484.000 gulden op het einde van het jaar 1670. In de winter van 1674 werd Balthasar II ernstig ziek. Hij moest wekenlang het bed houden. En Balthasar herstelde niet en overleed uiteindelijk in eind maart 1674 op de leeftijd van 58 jaar. Hij had de officina plantiniana gedurende 33 jaar geleid. En persoonlijk vind ik Balthasar II Moretus een uitermate interessant en dankbaar studieobject. Zijn handschrift vind ik persoonlijk zeer herkenbaar en zeer leesbaar. Als ik in het archief doorbladeren ben en zie ik me direct of Balthasar II hier iets heeft geschreven. En hij heeft eigenlijk ook wel ontzettend veel neergeschreven en nagelaten. In het archief merk ik ook dat Balthasar II graag de controle hield, want elke 3 tot 4 jaar maakte hij een volledige inventaris van de drukkerij en zijn onroerende bezittingen. Dit is een overzicht van de inventarissen die ik in het archief kon terugvinden en heb ik eigenlijk ook geleend uit mijn artikel. In het jaar 1658 inventariseerde hij zelf de potten en pannen en andere huishoudelijke voorwerpen van het gezin. Deze inventarissen tonen ook een compulsief kantje van zijn persoonlijkheid. Want in de inventaris van 1662 noteerde hij de afstand van zijn woning aan de vrijdagmarkt tot aan zijn buitenverblijf in Berchem. Klaarblijkelijk had hij zijn stappen geteld toen hij op 28 februari 1659 naar zijn landhuis was gewandeld. Van de vrijdagmarkt tot de Sint-Jorispoort telde hij 1500 stappen en van deze poort naar het landhuis 2200 stappen. Hij had ook een alternatieve route langs de zuidelijk gelegen Kronenburgpoort nagemeten. En met 4600 stappen was deze route merkelijk langer. Balthasar II Moretus had ook de neiging om strikte gedragslijnen aan zijn familie en personeel voor te schrijven. En zo heeft hij een nauwkeurige taakomschrijving met dagindeling voor de inwonende winkelbedienden neergeschreven. Na 8 uur 's avonds was het bijvoorbeeld aan de winkelbedienden toegelaten om zich te ontspannen. Ze mochten van Balthasar II lezen of een gesprek over fatsoenlijke onderwerpen voeren. Van zodra de meester naar bed ging, werden ze geacht om zijn voorbeeld te volgen en eveneens te gaan slapen. Ook voor zijn oudste zoon, Balthasar III, schreef hij een minutieuze dagindeling. De diener moest om elke dag stipt om 6 uur 's morgens opstaan, zijn gebeden opzeggen en zijn lange haar kammen. Voordat hij zijn slaapkamer mocht verlaten, moest de jonge Balthasar de bedsprei netjes over het hoofdkussen leggen en de stoelen op hun plaats zetten. Voor iemand die zulke minutieuze instructies heeft neergeschreven, is het geen verrassing dat hij uitvoerige instructies aan zijn erfgenaam heeft nagelaten voor het geval hij plots zou overlijden. Nu gaan we over tot de instructies, want in het Plantijnse archief zijn 3 instructies van Balthasar II bewaard gebleven. Ze zijn alle 3 neergeschreven in zijn kenmerkende handschrift. De eerste instructie aan zijn toekomstige weduwe en erfgename is verreweg de langste. Ze is niet gedateerd, maar uit de inhoud kon ik afleiden dat Balthasar II de instructie ergens tussen 1 januari en 30 september 1659 heeft geschreven. In de inleiding maakte Balthasar aan zijn gezin duidelijk dat het leven kort is en dat God hem op elk moment kon wegroepen. Eerst gaf hij een voorschriften over sociaal wenselijk gedrag. Aan zijn dochters legde hij uit welke vormen van vermaak geoorloofd waren en hoe ze zich moesten gedragen in geval een jonge man naar haar hand zou dingen. Aan zijn zonen schetste hij de kenmerken van de ideale echtgenoten. Vervolgens wendde Balthasar zich tot zijn echtgenote Anna Goos en condoleerde haar met haar verlies. Hij legde haar in detail uit hoe ze de meest dringende kwestie kon aanpakken, met name de hernieuwing van het algemeen privilege van de officina plantiniana met betrekking tot de liturgische edities. Vervolgens adviseerde Balthasar welke boeken gedrukt konden worden en welke niet. Hij legde zijn erfgenamen ook uit hoe ze de enorme stokvoorraad boeken versneld konden liquideren door middel van een veiling onder boekverkopers. Hij eindigde de eerste instructie met een praktisch advies over het leiden van de drukkerij en met een lijst van oplages van de liturgische edities en de bijbehorende lonen voor drukken en zetten.
Het plantagearchief bevat ook een onvolledig afschrift van deze instructies in een andere handschrift dat na het overlijden van Baltasar II Moretus is gemaakt door zijn erfgename. Maar ik heb niet kunnen ontdekken welke erfgename het precies gemaakt heeft. En het gaat alleen maar om het maatschappelijk advies, dus niet over het advies over het leiden van de officina. In de tweede instructie, die kon ik aan de hand van de inhoud dateren, in het jaar 672, na de maand mei. Deze instructie is volledig gewijd aan het systeem van de boekhandel en de boekhoudpraktijk van de officina Plantiniana. Eindigde de instructie met de taakomschrijving van de verschillende werknemers op de plantijnstrukkerij. Helaas breekt de instructie abrupt af na de taakomschrijving van de proeflezers. De derde en laatste instructie werd kort na de tweede instructie neergeschreven. Baltasar II Moretus dateerde deze instructie impliciet in het jaar 673. Op dat moment was het al duidelijk dat zijn gelijknamige zoon Baltasar III hem zou opvolgen. Baltasar II en Anna Groos hadden een langstlevende testament. In geval een van hen zou overlijden, werd de langstlevende partner eigenaar van de nalatenschap. Daarom werkte Baltasar II in deze instructie twee mogelijke scenario's uit over hoe zijn toekomstige weduwe de nalatenschap kon beheren. Anna kon ofwel in associatie treden met haar oudste zoon Baltasar III, ofwel zich volledig terugtrekken uit het kapitaal van het familiebedrijf. Baltasar zette de voorwaarden voor beide scenario's op papier zonder zijn voorkeur voor het ene of het andere scenario te geven. In geval Anna voor de associatie zou kiezen, dan raadde hij opnieuw een veiling aan om de stokvoorraadboeken te liquideren. Dus na de voorstelling van de drie instructies zal ik mij voor de rest van de tijd richten op de inhoud. In instructie 1 gaf Baltasar Moretus eerst vaderlijk advies aan zijn kinderen. Nadat zijn dochters de school waren ontgroeid, verwachtte hij van hen dat ze hun moeder in het huishouden zouden helpen. Daarnaast mochten ze zich bekwamen in wat Baltasar de eerlijke konsten der recreatie noemde. Baltasar moedigde zijn dochters aan om te zingen, een muziekinstrument te bespelen of te dansen. Hij legde er slechts één voorwaarde op, met name dat ze zich in gezelschap met jonge mannen of mannen van lagere stand steeds zouden gedragen en dat ze zich door hun gedrag niet in opspraak zouden komen. Aansluitend gaf hij zijn dochters ook instructies hoe ze zich moesten gedragen in geval een jonge man hen het hoofd zou maken en een aanzoek deed. In voorkomend geval raadde Baltasar hen aan om ijskoud te blijven en geen emotie of affectie te tonen. De dochters moesten eerst de toestemming vragen aan hun moeder of voogden en ook de vrienden van de familie moesten met het huwelijk instemmen. Pas dan mochten ze haar affectie tonen aan haar verloofde. Ook voor zijn zonen gaf Baltasar II huwelijksadvies. Hij gaf zijn kinderen de volledige vrijheid of ze voor de werkelijke staat zouden kiezen of voor de geestelijke staat, het werkelijke huwelijk of voor de geestelijke staat. En hij gebood Anna Goos ook om die vrije keuze te laten. Die ze voor het huwelijk zouden kiezen, dan schetste Baltasar de kenmerken van de ideale echtgenoten. De keuze van de partner is doorslaggevend bij de voortzetting van het familiebedrijf, want de bruid is eigenlijk de moeder van de volgende generatie. En daarboven biedt het huwelijk kansen om het familievermogen te vergroten en zo de financiële fundamenten van het familiebedrijf te versterken. Dus vroeg Baltasar Moretus zijn zonen om enkele beschouwingen te overdenken. Volgens hem ontsprong de aantrekkingskracht van vrouwen niet in hun wulpse dartelheid, bevalligheid of uitwendige schoonheid. Wulpsheid en dartelheid waren onder de jonge dames van zijn tijd volgens hem wijdverspreid. Hij gebruikte zelfs de krachtterm godbeterd. De werkelijke oorsprong van de vrouwelijke aantrekkingskracht lag volgens Baltasar Moretus bij haar deugdzame zichtbaarheid, haar verstand en haar goedertierenheid of zachtaardigheid. Het verouderde Vlaamse woord zichtbaar staat niet in de Vandalen. Zichtbaar betekent het handelen of het zich gedragen in overeenstemming met de in een bepaalde kring geldende opvattingen over wat behoorlijk of gepast is. Voor Baltasar II Moretus hoefde zijn toekomstige schoondochter niet per se even rijk of rijker dan hemzelf te zijn. Ook minder tot niet gefortuneerde jonge dames kwamen in aanmerking. Indien ze van goede ouders stamde en een degelijke opvoeding had genoten, dan was de rijkdom van de familie van ondergeschikt belang. Voorts raadde Baltasar Moretus een evenredige leeftijd voor het paar aan. Hij parafraseerde hierbij een versregel van de klassieke dichter Ovidius.
Si qua volis apte nubere, nube pari. Als je gelukkig wil huwen, huw dan een gelijke. Zelf had hij dit advies in de wind geslagen. Bij zijn huwelijk met Anna Goos was hij 29 jaar oud en zijn bruid pas 17. Hoewel Balthazar II Moretus de rijkdom van zijn toekomstige schoondochter ongeschikt vond aan haar karakter, wilde hij die stiekem op dat vlak geruststellen. Zijn oudste zoon Balthazar III Moretus huwde in 1673 met Anna Maria de Neuf. Net als bij zijn ouders was er een aanzienlijk verschil in leeftijd. De jonge Balthazar was 9 jaar jonger dan zijn bruid. Anna Maria stamde uit een Antwerpse familie van grootgrondbezitters, maar had al op jeugdige leeftijd beide ouders verloren. Haar vader stierf in het jaar na haar geboorte en haar moeder toen ze nog geen 10 jaar oud was. Ze groeide op bij haar grootmoeder van moederszijde. Via een onbekende tussenpersoon verwierf Balthazar II Moretus inzage in het beheer van de nalatenschap van Anna Maria's ouders. Uit deze rekening kon hij afleiden dat de familie de Neuf talrijke landerijen en huizen bezat, hoewel de werkelijke omvang van het fortuin hen ontging. In zijn kenmerkende handschrift maakte Balthazar een afschrift van de rekening. Hij sloeg hierbij de specificatie van de onroerende goederen over en hij compeerde alleen de bedragen. Dus hier zien we mijn pijltje, ja inderdaad, bijvoorbeeld in de rechtse kolom bij ontvang, zie je hier staan, bij punt 2 staat dat het eerste woord is land. En dan moet hier een plaatsnaam staan, normaal gezien, bijvoorbeeld land bij Hamme of zoiets, of in Tielrode. En dan een bedrag van pacht en wat ontvangen is. En zo moet dat heel de lijst volstaan. Maar in dit geval was het dus niet geïnteresseerd waar die landerijen allemaal gelegen waren, maar alleen in de bedragen van de pacht en de ontvangsten. En dus trok hij gewoon een streep in plaats van de ligging van die landerijen over te schrijven. Met het afschrift van die rekening maakt duidelijk dat hij een voorkennis had toen hij zijn zegen aan het huwelijk gaf. En hij wist dat het wel snor zat met het familievermogen van zijn schoondochter. Behalve advies over de partnerkeuze gaf Balthazar II Moretus aan zijn zonen ook advies over reizen. Hij gaf blijk van een grote reislust. Balthazar ontdekte de geneugten van het reizen bij zakentrips, zoals het innen van schulden bij Hollandse boekverkopers of het bezoek aan de boekenbeurs in Frankfurt. Gaandeweg reisde hij en zijn gezin ook in hun vrije tijd zonder zakelijk doel. Zo maakte hij het gezin in september 1668 een reis doorheen de Kempen en Zeeland. We kennen zijn reislust wegens de reisverslagen die in het archief bewaard zijn. Balthazar II Moretus stimuleerde de reislust van zijn zonen. Indien ze dit wensten, mochten ze van hem na de voltooiing van hun studies naar het buitenland reizen, om er een tijdje te wonen of om een ambacht te leren. En zo de andere landen te zien en de gebruiken van uitheemse volkeren te leren kennen. Balthazar stelde wel twee voorwaarden. Ze moesten zich in het buitenland goed gedragen en zich niet in een gezelschap begeven dat zich denigrerend over vreemdelingen uitliet. Voorafgaand aan hun vertrek was de toestemming van hun moeder vereist. En daar knelde het schoentje, want zij stelde haar veto tegen intercontinentale reizen. Toen een tweede zoon... Johannes Jacobus intrad bij de Jezuïeten, hij was ingetreden bij de Jezuïeten en in 1676 verhinderde Anna Goos zijn plan om naar de missie in China te reizen. En 4 jaar later stak ze ook een stokje voor zijn vertrek naar de Jezuïetenmissie in Chili in Zuid-Amerika. En om deze laatste reis te dwarsbomen, geeft ze persoonlijk een brief naar de generaal-overste van de Jezuïeten in Rome. In eigen continent mochten haar zonen wel reizen. Franciscus reisde in 1676 naar Parijs en Balthazar Junior in 1680 zelf helemaal naar Spanje. Maar dat was een noodzakelijke zakenreis om de oplopende schulden van de Hieronymieten te regelen. Nadat hij als vader enkele maatschappelijke adviezen aan zijn kinderen had gegeven, sneed Balthazar II Moretus de meest dringende kwestie aan. Want sinds de tijd van stichter Christoffel Plantijn noot officiële Plantijnianen van privileges voor allerlei soorten liturgische edities en bijbels.
Zijn schoonzoon en opvolger Jan I Moretus slaagde erin om al deze privileges te laten bundelen in een algemeen privilege voor de duur van zijn leven. Het was zeer uitzonderlijk, want in de Spaanse Nederlanden waren drukkersprivileges doorgaans beperkt tot één editie, of hoogstens een handvol, en dit voor een termijn van enkele jaren. Het algemeen privilege van de officiële Plantinianen gold daarentegen zolang de octrooihouder leefde. Bij zijn overlijden was het dus de zaak van de erfgenamen om de lucratieve privilege zo snel mogelijk te laten vernieuwen, zodat geen concurrent het kon inpikken. En daarom legde Balthasar Moretus de vernieuwing van het voorouderlijk privilege uit in artikel 1 van zijn eerste instructie. Hij adviseerde zijn toekomstige erfgenamen om onmiddellijk een bekwame advocaat een verzoekschrift voor de vernieuwing van het privilege bij het hoofd in Brussel te laten indienen. Voor het gemak nam Balthasar een ontwerppetitie in zijn instructie op. Hij anticipeerde dat het hof de petitie zou doorsturen naar de aartsbisschop van Mechelen, de bisschop van Antwerpen en het Antwerpse stadbestuur om hun advies te vragen. En Balthasar putte hierbij duidelijk uit zijn ervaring toen hij in 1641 het algemeen privilege door de geheime raad liet herbevestigen en hierdoor zelf twee keer naar Brussel reisde om bij het hof te lobbyen. Bij gevolg stonden hij bij in een instructie een aantal namen op van vrienden van de familie die in het voordeel kunnen lobbyen. Op deze wijze leren we het netwerk van Balthasar Moretus kennen. Op de lijst staan de namen van twee in Antwerpen geboren raadsleden. Aurel Augustin Malineus was requestmeester van de Geheime Raad en Pierre Stokmans was als raadslid van de Raad van Brabant belast met de boekencensuur. Vervolgens vermeldde Balthasar de deken van het kapittel van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Antwerpen, Henricus Teller. Hij had nog een tweede relevante betrekking als ceremoniemeester van het Hof in Brussel. En mogelijk rekende Balthasar ook nog op een tweede insider van het Hof, want hij vermeldde de familie Chifflet. Deze familie kwam uit de Franche-Comté, tegenwoordig in de streek van Bourgogne in Frankrijk. Verschillende familieleden hadden hoge betrekkingen in Brussel. Ze hadden met Moretus een relatie als auteur, want de officiële Plantinianen publiceerden de werken van wel 8 verschillende Chifflets. Op dat moment, in 1659, kon Balthasar zowel verwijzen naar Jean-Jacques Chifflet, de lijfarts van de landvoogden, als naar Jules II Chifflet, die kapelaan aan het hof was. En verder noemde Balthasar 2 stadsfunctionarissen onder de vrienden waar zijn erfgenaam op konden rekenen, met name griffier Jan Gaspard Gevartius en stadssecretaris Philips van Valkenisse. En niet toevallig kan ik hier ook 3 portretten van die mensen gebruiken om mijn presentaties te stofferen. Want het Museum Plantin Moretus en Moretus hadden van minstens 3 van deze mensen een geschilderd portret in de portrettengalerij hangen. Balthasar vermeldde slechts 1 geestelijke met name de kapucijn Serenus van Antwerpen. En in de studies over de Moretussen is de speciale band met de kapucijnen in het verleden onder de radar gebleven. Dus naast die ene kapucijn, de Serenus van Antwerpen, somde hij gewoon religieuze orders op. En hij noemt alleen maar de Jezuïten, de Augustijnen en de Benimen met naam. En hij volgt hem met et cetera. En over de kapucijnen heb ik eigenlijk vastgesteld dat tijdens mijn onderzoek dat het gezin van Balthasar II Moretus een vertrouwensband had ontwikkeld met de kapucijnen en ik zal er trouwens later nog op terugkomen. Uiteindelijk maakte Balthasar Moretus zijn instructie over de vernieuwing van het privilege zelf overbodig, want hij slaagde erin om het algemeen privilege nog tijdens zijn leven over te dragen op zijn echtgenoten en zonen. In de herfst van 1661 was Balthasar II Moretus een week lang ernstig ziek. Vermoedelijk vreesde hij om zijn ziekte niet te overleven. Daarom gaf hij opdracht aan Pater Serenus van Antwerpen om alvast het verzoekschrift voor de overdracht van het algemeen privilege bij de Raad van Brabant in te dienen. Pater Serenus was op dat moment gardiaan van het Brusselse kapucijnenklooster. Voordien had hij deze functie uitgeoefend in Antwerpen en andere steden naast hoge functies in het provinciaal kapittel van zijn orde. Via brieven hield hij Balthasar Moretus op de hoogte van de voortgang van de procedure. Om de raadsleden te overtuigen bezorgde Balthasar een medisch attest. In dit document bevestigde de huisarts van het gezin, dokter Van Buiten, dat Balthasar Moretus al meer dan 3 weken ernstig ziek was.
Voordat Serenus zijn verzoekingsschrift indiende, liet hij het informeel nalezen door Leo Jan de Pape, de advocaat-fiscaal bij de Raad van Brabant. Vervolgens bezorgde Serenus het aangepaste verzoekschrift aan familievriend Pierre Stokmans, die als raadslid belast was met de drukkersoctrooien. Stokmans vroeg advies aan de advocaat-fiscaal, die in feite al feedback had gegeven op de ontwerpversie. Vanzelfsprekend gaf Leo Jan de Pape dus een zeer gunstig advies af. En in tegenstelling tot de aanname van Baltzar Moretus werd het advies van de bisschoppen niet gevraagd. In november 661 kon Serenus aan Baltzar het goede nieuws van de gunning meedelen. Hij stelde voor om de begunstigers bij de raad passend te belonen. De zoon van de advocaat-fiscaal de Pape, daar was van bekend dat hij graag tot de geestelijkheid zou willen toetreden. Serenus stelde voor om hen een brevier van de officina te schenken. Daarnaast stelde Serenus voor om de secretaris Looyens van de Raad van Brabant om een boek voor zijn bibliotheek te geven. De tekst van het privilege vermeldt uitdrukkelijk het medisch attest van Baltzar Moretus. En enkele dagen later verleende ook de geheime raad het algemeen privilege aan Anna Goos en haar niet met naam genoemde zonen. Baltzar zelf bleef nog maandenlang door zijn ziekte aan bed gebonden. Pas in de zomer van 1662 kon hij in zijn landhuis in Berchem volledig herstellen na een kuur met spawater. Net als zijn vader wachtte Baltzar III Moretus niet op zijn overlijden om het algemeen privilege naar de volgende generatie over te dragen. Dezelfde secretaris Looyens ontdekende dit privilege in het jaar 1692. In instructie 2 van 1662 maakte Baltzar II Moretus zich kenbaar als de architect van de strategie van de toenemende specialisatie in liturgische boekhandel, in liturgische boeken. Want volgens hem was er in de laatste jaren weinig winst te maken met de internationale boekhandel. Het internationaal transport werd te duur en te riskant wegens de vele oorlogen op het Europese continent en daarboven klaagde Baltzar dat de Franse en Hollandse boekverkopers de markt hadden bedorven door massaal boeken van inferieure kwaliteit onder de prijs te verkopen. Hij gebruikte in deze context de verouderde term kladden. En tenslotte stelde hij vast dat er in Spanje en Portugal een zeer lage prijs, een lage vraag was naar niet-liturgische zogenaamde zwarte boeken. Aangezien geld hier zeer schaars was op het Iberische Schiereiland. En omwille van deze reden had Baltzar het uitgeversfonds van de Officina Plantiniana verengd tot de rood-zwarte liturgische boeken. De instructies geven blijk van voorschrijdend inzicht. In instructie 1 van 1659 raden ze Baltzar Moretus en erfgenaam nog aan om slechts een beslekt aantal bestsellers te herdrukken, zoals de werken van Lipsius, en het kruidboek van Dodoens in het Nederlands. In instructie 2 van 672 is de specialisatie in liturgische boeken voltooid, want hij stelde uitdrukkelijk dat hij sinds 1670 zelfs helemaal geen zwarte boeken meer had gedrukt. Het klopt dat er in die periode in Spanje een zware economische crisis was, met een hoge levensduurte. Enkele ingrijpende devaluaties door de Spaanse overheid verergerden dit probleem. Toen Baltzar III Moretus in 1680 in Madrid verbleef, schreef hij aan zijn moeder dat een brood er 9,5 stuiver kostte. En datzelfde brood kost in Antwerpen amper 2 stuivers. Daarentegen dreven andere brukkers in de Spaanse Nederlanden, zoals de familie Verdussen in Antwerpen en Franciscus Foppens in Brussel, op datzelfde moment hun handel met Spanje nog gevoelig op. En zo bewezen ze dat de Spanjehandel wel winstgevend kon zijn. Om de problematiek van internationale boekhandel te illustreren, gaf Baltzar Moretus de handel in liturgische boeken met Portugal als voorbeeld. Baltzar vertelde dat hij jarenlang boeken had verscheept naar de weduwe en erfgename van Francisco Lamberto in Lissabon. Deze agent verdeelde de boeken vervolgens onder de lokale boekverkopers, tegen een consignatie van 4%. De afgesproken wisselkoers was 205 Portugese reis voor 1 carole schulden. En Baltzar kwam geleidelijk aan tot de vaststelling dat deze verhouding steeds minder de werkelijke wisselkoers reflecteerde. Daarom brak hij in 1669 met de familie Lamberto.
Voortaan sloot Baltazar deals met handelaren in Antwerpen en Amsterdam, die handel dreven op Portugal. Omdat de boeken binnen de Nederlanden verscheept moesten worden en niet meer helemaal naar Portugal, verminderde het risico voor de officina Plantiniana aanzienlijk. Daar stond tegenover dat Baltazar Moretus zich gedwongen zag om de royale korting van 30% te geven die bedoeld was voor de meest trouwe klanten van de officina. Ondanks deze fikse korting oordeelde Baltazar dat deze handelstransactie nog steeds winstgevender was en minder riskant dan de handelsovereenkomst met de familie Lamberto. Maar begin 1672 kon de Antwerpse boekverkoper Jacobus van Meurs Baltazar Moretus overtuigen om een nieuwe aanpak voor de Portugalhandel uit te proberen. Zijn neef stelde aan Baltazar voor om als makelaar op te treden en zich borg te stellen voor de betaling. Hij stelde een aanzienlijke voordeligere wisselkoers van 260 reis per gulden voor. Baltazar Moretus ging op het aanbod in en op 1 mei 1672 verscheep hij 5 boeken met een totale waarde van circa 7200 gulden rechtstreeks naar 4 boekverkopers in Lissabon. Zijn neef Van Meurs kreeg een korting van 10% op het totaalbedrag. En daarnaast stond Baltazar in voor de vrachtkosten en de tol. Hij betaalde ook een verzekeringspremie van 8% op de halve waarde van de vracht, omgerekend 288 gulden. Dus stel dat het schip met de vracht zou zinken in de Baskische Golf, dan zou de verzekeraar slechts de helft van die 7200 gulden aan Baltazar moeten uitbetalen, dus ongeveer 3600 gulden. En Jacobus van Meurs betaalde het saldo in 3 termijnen van 8 maanden. Vermoedelijk was Baltazar Moretus tevreden, want in augustus 1673 verscheepte hij nog een bal met een waarde van ongeveer 1500 gulden naar Portugal. Voor deze bal kwam hij met zijn neef een nog iets gunstigere wisselkoers van 270 reis per gulden overeen. Dit is ook de laatste vracht die de officina Plantiniana op rekening van Jacobus van Meurs naar Portugal heeft verscheept. In de boekhouding van Baltazars weduwe en erfgename vond ik geen vrachten naar Portugal meer terug die bemiddeld waren door Van Meurs. Na de strategische omslag bleef de officina Plantiniana zitten met een historische stokvoorraad van niet-liturgische zogenaamde zwarte boeken van meer dan 100 jaar. Het meest waardevolle onderdeel van de drukkerij uit de vroegmoderne periode was niet het bedrijfsgebouw en de uitrusting, maar de nog onverkochte voorraad gedrukte boeken. In 1642 schatte Baltazar Moretus de waarde van het woonhuis en de drukkerij aan de vrijdagmarkt op 24.000 gulden. De voorraad boeken daarentegen schatte hij op 133.000 gulden. Dat is dan meer dan 5 keer de waarde van de drukkerij. Bij de gebruikelijke verkooppraktijk, met name het ruilen met boekverkopers, aangevuld met retailverkoop in de winkel, duurde het vele jaren om een editie volledig uit te verkopen. En bij een generatiewissel of bij een stopzetting had men geen tijd om hierop te wachten. Dan wil men eigenlijk snel die voorraad boeken in cash converteren. De organisatie van een liquidatieveiling kon hierbij een oplossing bieden. Dit type van boekenveiling wordt gekenmerkt door 3 aspecten. Ten eerste, de boekverkopers waren het doelpubliek. Ten tweede bevatten de kavels een veelvoud van exemplaren van dezelfde editie. En ten derde waren de licentie en het essentiële illustratiemateriaal, zoals koperplaten en houtblokken, vaak in de koop begrepen. De bronnen over dit type van boekenveilingen in de Nederlanden zijn evenwel zeer schaars. De zeldzame gedrukte catalogie bevatten bovendien zelden veilingcondities. Een nauwelijks bekende uitzondering hierop zijn de gedrukte condities van de liquidatieveiling die Geertruid Pieter Zochter Vermullen, de weduwe van de Amsterdamse atlasuitgever Johan I. Blauw, in augustus 1674 heeft georganiseerd. Het enige mij bekende exemplaar van de gedrukte veilingcondities en een gedeeltelijk afschrift worden niet toevallig in het Plantijnse archief bewaard. Dit wijst volgens mij op een zeker interesse in liquidatieveilingen door Anne Goos en haar zoon Baltazar III Moretus. In zijn eerste en derde instructie had Baltazar II Moretus hen immers aangeraden om een liquidatieveiling te organiseren binnen het jaar na zijn overlijden. Door mee te werken
aan de veiling na het overlijden van de Antwerpse drukker Hieronymus Tweverdussen. In het jaar 1653 had hij zelf ervaring met liquidatieveilingen opgebouwd. Balthazar raadde hen aan om een catalogus met twee onderafdelingen samen te stellen en te drukken. Eerst kwamen alle boeken van de buitensortering en dan alle boeken van de binnensortering. Met de term binnensortering bedoelde Balthazar de boeken die de Officina Plantiniana zelf had uitgegeven. De buitensortering daarentegen waren de boeken die elders waren gedrukt. Van deze categorie moesten alleen de boeken die in de grotere formaten folio en quarto volledig opgelijst worden. De boeken in de kleinere formaten, zoals octavo, hoefden niet allemaal in de catalogus vermeld te worden. Daarentegen moesten de erfgenamen bij de binnensortering wel alle audities opnemen, ongeacht hun formaat. Balthazar stelde voor om de catalogus zo snel mogelijk te verdelen onder de boekverkopers in Holland, het Duitse Rijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Engeland en vanzelfsprekend ook in de Habsburgse Nederlanden. De ideale periode voor een veiling was volgens hem in het begin van de zomer, kort na Pinksteren. Met betrekking tot de veiling zelf sprak Balthazar Moretus uitvoerig over de verkoopsvoorwaarden. Hij raadde aan om een garantie op volledigheid te geven op de boeken van de buitensortering. De verkopers waren verplicht om onvolledige boeken terug te nemen tot 14 dagen na de afloop van de veiling. Daarom adviseerde Balthazar zijn erfgenamen om alle boeken van de buitensortering met behulp van winkelbedienden te collationeren. Hij herinnerde zich deze actie van de veiling van de Verdussens. Als inzetprijs stelde hij 1/3 voor van de prijs in courant geld, zoals gesteld in de meest recente inventaris van de stokvoorraad. In de inventarissen maakte Balthazar Moretus onderscheid tussen enerzijds de prijs in gelden of contant geld, en anderzijds de ordinarische prijzen, of de prijs courant. De contante prijs bedroeg 20-45% van de courante prijs. En dit kwam overeen omdat een wisselbrief een aanzienlijk lagere waarde had dan hetzelfde nominale bedrag in munten. Hij werd veel liever in munten uitbetaald dan in wisselbrieven, maar munten waren eenmaal schaarser dan aan wisselbrieven. En munten waren ook veel zekerder. Met betrekking tot de binnensortering stelde Balthazar voor dat de kavels tussen 25 en 100 exemplaren van dezelfde editie zouden bevatten. Als inzetprijs stelde hij de contante prijs in de laatste inventaris voor. Aangezien biedingen in prijscourant werden genoteerd, kwam de inzetprijs overeen met 25-45% van de werkelijke waarde. Van zodra de eerste kavel was toegewezen, kon deze koper beslissen om de rest van deze editie tegen dezelfde prijs te kopen. Indien de koper dit deed, dan moest de Officina Plantiniana beloven om de editie niet meer te herdrukken, totdat de koper het laatste exemplaar had verkocht. Indien de erfgenamen deze belofte zouden breken, dan moesten ze ofwel alle oude exemplaren overnemen tegen een groothandelsprijs, ofwel de koper evenveel exemplaren van de nieuwe editie geven als de koper nog van de oude editie in voorraad had. De koper ontving ook de voorraad defecten van de editie. Boekverkopers mochten ook voorafgaand op de veiling een bod doen op een volledige editie. De laatste op zaterdag van de week van de veiling moesten de kopers de aangekochte boeken afhalen. Kandidaatkopers moesten ook op voorhand een borgstelling bij de veilingmeester regelen in aanwezigheid van een Antwerpse notaris. In de veronderstelling dat de borgstelling de gebruikelijke procedure was, zijn de protocollen van het notariaat die in het veilingsarchief bewaard worden dus een potentieel zeer rijk aan gegevens over bieders op veilingen. Balthazar II Moretus gunde de kopers ook de mogelijkheid om de schulden gespreid in de tijd te betalen. In instructie 1 in 1659 voorzag hij voor betalen boven de 12.000 gulden een afbetalingsplan van 4 jaar. In instructie 3 van 1673 plafonneerde hij de afbetaling tot 3 jaar voor bedragen boven de 6.000 gulden. Vermoedelijk weerspiegelden de lagere drempelwaarden de inkrimping van de stokvoorraad in de 14 jaar tussen de twee instructies. In de instructies raadde Balthazar Moretus en erfgenamen ook aan op welke kavels van hun eigen boekenvoorraad ze zelf een bod konden doen en op welke kavels beter niet. Het lijkt vreemd dat Balthazar zijn erfgenamen adviseerde om te bieden op de veiling die ze zelf organiseerden. Dankzij de openstelling voor externe boekverkopers konden ze de waarde van de stokvoorraad objectiveren.
De overige erfgenamen die niet in het familiebedrijf stapten, konden zich achteraf niet benadeeld voelen. Indien de nieuwe bedrijfsleiding van de officine Plantinianen een kavel binnenhaalde, dan waren de overige erfgenamen zeker dat de correcte marktprijs als ze die hadden gekregen. En niet elke editie was trouwens een bot waard. Balser Moredis stipte in inventaris van 1658 aan op welke edities zijn erfgenamen mochten bieden. Hij gaf hen ook advies met betrekking tot de bovengrens van hun bot. En nu gaan we over tot het laatste punt dat ik vandaag wil bespreken, met name de overdracht naar de volgende generatie. Want de instructies over de liquidatieveiling bleven een dode letter. Na het overlijden van Balthasar II Moretus in maart 1674 kwam het gros van zijn nalatenschap dankzij het langst levende testament in handen van zijn weduwe Anna Goos. Zij bleef in de Gulden Passer op de Vrijdagmarkt wonen met haar minderjarige kinderen. Haar oudste zoon, Balthasar III Moretus, en zijn echtgenote Anna Maria de Neuf woonden in het aanpalende huis, de Bonte Hut, in de Hoogstraat. En die pand had ook een achteringang die op de binnentuin van de Gulden Passer uitkwam. Dit pand was niet meer in de eigendom van de familie toen Edward Moretus in 1876 het complex van de Gulden Passer aan de Vrijdagmarkt aan de stad Antwerpen verkocht. Maar hier zou normaal gezien een fotootje moeten zijn van uit een brievier. Mijn excuses. Ah, oké, de afbeelding kan niet komen. Dat is niet zo erg, dan gaan we gewoon voort. Want wat ik eigenlijk wil tonen is gewoon wat het impressum was na het overlijden van Balthasar II Moretus. Toen werd er nog verder gedrukt, maar ik kom er nog wel op. Balthasar III Moretus bleef gewoon verder werken voor de officine Plantinianen onder de oude voorwaarden onder zijn vader. De liturgische edities die verschenen onder het impressum ex officina Plantiniana apud viduum et heredis Balthasaris Moreti. Dat is Latijn voor de weduwe en erfgename van Balthasar II Moretus. En dat stond op elke titelpagina van elke liturgische druk. En pas in 1676 knoopten moeder en zoon onderhandelingen aan over een associatie of een volledige overname. Ze wisselden geschreven voorstellen aan. Over een associatie of een volledige overname. Ze wisselden, in het Platijns archief vond ik 19 verschillende voorstellen in verschillende stadia terug. Dus naast de ondertekende contracten, in tweevoud, want ja, eentje van een exemplaar voor Anna en een exemplaar voor Balthasar, heb ik ook nog allerlei concepten gevonden, afschriften en allerlei petities en verzoeken die ze elkaar bezorgd hebben. En vele van die documenten waren fragmentarisch en ook ongedateerd. Dus het was voor mij een grote uitdaging om de puzzel te leggen. Moeder en zoon schakelden ook tussenpersonen in om de anderen te overtuigen. Dit gaf mij de indruk dat ze zich erg in hun eigen standpunt hadden ingegraven. Niettemin gaf Anna Goos blijk van een constructieve attitude en lanceerde tal van creatieve oplossingen. En deze ideeën geven ons een inzage in de veelzijdige mogelijkheden die een drukkersweduwe had om het familiebedrijf gefaseerd aan de volgende generatie door te geven. Want tussen de associatie met gelijkwaardige vennoten en de volledige overname blijkt een tal van tussenvormen mogelijk, waardoor bij de weduwe bepaalde aspecten van het bedrijf zelfstandig blijft uitoefenen. Anna Goos en Balthasar III Moretus waren het eens over een groot aantal punten. Balthasar III zou de exclusieve eigenaar worden van de Gulden Passer. Anna en haar overige kinderen mochten er wel blijven wonen zolang Anna leefde. Anna bleef eigenaar van de Bonte Hut, waar ze dus vertelde waar dat Balthasar III en Anna Maria de Neuf woonden, ook later met hun kinderen.
Maar ze spraken af dus om elkaar als eigenaar van elkaars huizen om er geen huurgeld aan te rekenen. Inventaris opgemaakt in 1670 zou als maatstaf gebruikt worden om de waarde van de onroerende goederen te bepalen. Balthazar zou zijn moeder meteen 42.000 gulden in contant geld betalen. Het saldo mocht hij afbetalen tegen een jaarlijkse rentevoet van 4%. Balthazar's jongere broers Franciscus en Melchior hadden het recht om met hem in de associatie te treden, indien ze dit zouden wensen. Deze voorwaarden staan ook in het testament van Balthazar II Moretus. Zijn zoon was goed vertrouwd met de inhoud van het testament, want de jonge Balthazar maakte eigenhandig een uittreksel. Dat zien we hier, het uittreksel van het testament. Dit was het een uittreksel van het testament van Balthazar II. Over vele punten, waaronder de finaliteit, waren de moeder en zoon het oneens. En met finaliteit bedoel ik of het nu als de moeder en zoon nu in associatie moesten treden, of dat Balthazar III het bedrijf volledig van zijn moeder zou overnemen. In het eerste gedateerde voorstel dat Balthazar III op 28 augustus 1676 aan zijn moeder liet bezorgen door Jan de Lafly, was een neef langs vaderszijde, bood Balthazar aan om de volledige officina Plantiniana over te nemen met uitzondering van de kwade schulden. Dus de schulden die al tientallen jaren bij de officina waren en waarvan maar een zeer kleine kans bestond dat ze er ooit nog geld van zouden zien. Hij vroeg ook om een korting van 6.000 gulden op de overnameprijs. En tenslotte stelde hij voor om het saldo in 16 jaarlijkse termijnen af te betalen. Ik vond het antwoord van Anna niet terug, maar in haar eerstvolgende voorstel van 27 oktober heeft betrekking op een associatie in plaats van een volledige overname. Anna stelde voor dat haar zoon de helft van de voorraad boeken en papier zou overnemen en ook de helft van de uitstaande schulden. Er stond een korting van 3.000 gulden op de inkoopprijs toe. Dat is de helft van het eerste voorstel. Ze halveerde ook het aantal termijnen om het saldo af te betalen tot 8 jaarlijkse termijnen. Bovendien eiste Anna dat Balthazar een hypotheek op de Guldenpasser zou aannam. In ruil voor zijn diensten gunden ze hem ook een jaarlijkse vergoeding van 1.000 gulden. De associatie zou ook een portier voor de Guldenpasser aanstellen, aangezien de poort sinds het overlijden van Balthazar II permanent was gesloten. Tijdens Balthazar II Moretus, toen hij nog leefde, stond de poort gewoon open en die wandelde gewoon in de binnentuin van de Guldenpasser om de winkel te bezoeken. Want die was toen nog gelegen waar nu de correctorenkamer in het museum is. Maar Anna had blijkbaar toch een gevoeligheid voor privacy en zij liet die poort sluiten. En als er dan toch een klant was, dan moest hij eerst aanbellen. En er kon niet meer zo de beste toerist in de binnentuin staan. En ze nam ook de werktijden van de drukkers in haar voorstel op. Ook weer een privacyreden om er zeker van te zijn dat die drukkers maar een beperkte tijd aanwezig waren en niet langer dan noodzakelijk. In de zomer mochten de drukkers ten vroegste om 6 uur beginnen en in de winter pas om 6:30, tussen 6:30 en 7:00. En op winteravonden moesten de drukkers ten laatste om 8:00 s'avonds stoppen. Het onderhoud van het gebouw was volledig op kosten van de jonge Balthazar. Indien Anna zou verhuizen en een ander huis zou huren, in dat geval kon Balthazar III dan met zijn gezin in de Guldenpasser gaan wonen, dan was Balthazar haar een jaarlijkse huursubsidie van 600 gulden verschuldigd. Tot slot eiste Anna dat de impressa op de titelpagina's ondertekend werden met de weduwe van Balthazar Moretus, dus zonder vermelding van Balthazar III en de overige erfgenamen. Ze behield zich het recht voor om de overeenkomst eenzijdig te verlengen. Slechts enkele dagen later antwoordde Balthazar III met een tegenvoorstel dat hij aan zijn moeder liet bezorgen door zijn neef Jan de Lafly en ook door zijn oom Peter Goos. Dus Peter Goos was eigenlijk de veel jongere halfbroer van Anna Goos. Hij had ongeveer dezelfde leeftijd als Balthazar III. En beiden kennen elkaar ook zeer goed, want ze waren reisgenoten in hun Italië-reis, ongeveer ruim 10 jaar eerder. Als tussenpersoon was Peter Goos dus ideaal gepositioneerd en genoot hij het vertrouwen van zowel Anna als Balthazar. In het tegenvoorstel ging Balthazar akkoord met een associatie in plaats van een overname.
maar wees je hypotheek van de huldenpasser resoluut af. Hij werkte ook om zijn moeder een huursubsidie te betalen in geval ze zou verhuizen. Balthazar wilde ook maar instaan voor de helft van de onderhoudskosten van de huldenpasser. Hij vroeg ook een jaarlijkse een ronde som voor de vernieuwing van de uitrusting van de drukkerij. En in plaats van 8 termijnen om het saldo af te betalen, stelde hij 12 termijnen voor. Balthazar wilde ook alleen maar de goede schulden voor de helft overnemen. De kwade schulden wilde hij volledig bij zijn moeder laten. Tot slot vroeg hij een jaarlijks loon van 1200 gulden. Dat was 200 gulden meer dan zijn moeder had aangeboden. Anna Goos toonde zich bereidwillig op een aantal eisen van haar zoon. Zo ging ze bijvoorbeeld akkoord met de 12 termijn in plaats van 8. En ze was ook bereid om een deel van de kosten voor de vernieuwing van de uitrusting van de drukkerij te dragen. Maar in plaats van in te stemmen met een ronde som, wilde ze het bedrag vaststellen bij de jaarlijkse audit van de rekeningen. Ze verdubbelde de korting van de inkoopprijs opnieuw tot 6.000 gulden. Daarentegen hield ze vast aan het loon van 1.000 gulden per jaar en aan de hypotheek op de guldenpasser. Haar echtgenoot had de hypotheek aangeraden in instructie 3. Niettemin voelde de jonge Balthazar zich geaffronteerd door de hypotheek, want volgens zijn grootmoeder, Maria de Zweert, had hij nooit aan zijn vader geëist toen Balthazar 2 met haar in associatie stapte. En met dezelfde redenering argumenteerde hij ook dat de titelpagina's, maar ook de brieven die de officine Platiniana verstuurde, ze moesten alleen maar zijn naam moesten dragen en zonder de vermelding van de weduwe. Dus officine Platiniana apud Balthazar Moretti, dus zonder viduam. Hij ging wel schoorvoetend akkoord met het jaarloon van 1000 gulden. De volgende voorstellen die moeder en zoon uitwisselden geven aan dat de associatie opnieuw werd ingewisseld door een volledige overname. In een van de voorstellen bood Anne aan om de stokvoorraad niet-liturgische boeken, dus de zwarte boeken, bij zich te houden en de handel in deze boeken zelfstandig voor te zetten. Uiteindelijk werd deze piste overbodig. Anna besloot om geen liquidatieveiling te houden, zoals haar echtgenote meermaals had aangeraden, maar om de boeken in bulk aan geïnteresseerde boekverkopers aan te bieden. Op 4 februari 1677 sloot ze een eerste overeenkomst met de Brusselse boekverkoper François Foppens voor de overname van boeken. Ze verkocht ook kleinere partijen aan Frédéric Léonard in Parijs en Johannes Baptista Verdussen in Antwerpen. En Foppens mocht in februari 1680 ook het gros van de nog resterende niet-liturgische boeken van de Officina Platiniana overnemen. En daarmee was dit probleem van de baan. Vlak na de eerste verkoop aan Foppens stelde Anna Goos zich inschikkelijk op. Zo toonde Anna zich bereid om de papiersoorten die haar zoon niet kon gebruiken bij zich te houden. Ze was eveneens bereid om de beschadigde liturgische boeken bij zich te houden. Wat Anna daar dan zelf nog mee zou kunnen doen, is mij vrij onduidelijk, maar dat toont toch wel een zekere inschikkelijkheid aan. Anna stelde ook voor om alle schulden bij zich te houden, met uitzondering van de schulden van de Hieronymieten, die de liturgische boeken van de officine Platiniana in Spanje distribueerden. Balthazar zou de schulden in haar plaats innen. Hij moest dan 2/3 van de geïnde schulden aan haar doorstoten en het resterende 1/3 deel mocht hij op de nieuwe rekeningen boeken. Daarentegen bleef Anna resoluut vasthouden aan de hypotheek. In de zomer van 1677 trok Balthazar aan de noodrem. Hij liet 2 tussenpersonen afzonderlijk aan zijn moeder het verzoek overbrengen om het familiebedrijf voor onbepaalde duur voor te zetten, dus volgens de huidige de facto regeling. Want Balthazar stelde dat hij het risico te groot vond om het familiebedrijf over te nemen in tijden van oorlog. En op dat moment, dus zomer van 1677, waren de zuidelijke Nederlanden wederom het strijdtoneel geworden tussen Frankrijk en de Republiek. En toen trokken de Franse troepen al plunderend in onze streken rond. Tussen de personen waren de al betrokken Peter Groos, dus halfbroer van Anna en de oom van en een goede vriend van Balthazar, en pater Felicissimus van Douai. Die was toen de gardiaan van het Kapucijnerklooster in Antwerpen.
En deze 80-plusser was kennelijk een vertrouwenspersoon van Anna Goos. En die toont dus opnieuw de sterke band aan die de Moretussen in die periode met de Kapucijnen gehad hebben. En deze twee tussenpersonen attesteerden hun bemiddeling op de achterkant van Anna's laatste overnamevoorstel. En dat zien we hier bovenaan. Dus de bovenste attestatie is van Felicissimus van Douai. En de onderste is van Peter Goos. Dus dat is de handtekening van Peter Goos. Kennelijk had Anna Goos wel oor naar het verzoek van haar zoon. De onderhandelingen werden opgeschort, werden stilgelegd. En behalve de oorlogssituatie was er nog een tweede urgente probleem. Wegens de acute financiële crisis in Spanje waren de schulden van de Hieronymieten opgelopen tot een gigantisch bedrag. Ze probeerden een oplossing voor de betalingsachterstand met de Hieronymieten te onderhandelen, maar door de fysieke afstand bleef het probleem aanslepen. En uiteindelijk reisde Balthasar III in het voorjaar van 1680 persoonlijk naar Madrid om face-to-face met de paters te kunnen spreken. En hij slaagde erin om een afbetalingsplan uit te werken dat de paters zich kon achterscharen en ook de goedkeuring wegdroeg van Anna Goos. Kort na zijn terugkomst uit Madrid deed Balthasar zijn moeder een nieuw voorstel met betrekking tot de overname van de Officina Plantiniana. Hij verzocht om de schulden van de Hieronymieten te houden naast de helft van de schulden van de binnenlandse boekverkopers. De ene helft van de ontvangsten van de boekverkopers zou hij doorstorten aan zijn moeder. De andere helft wilde hij boeken op de nieuwe rekeningen. Daarentegen beloofde hij om alle ontvangsten op de kwade schulden integraal aan zijn moeder door te storten. Balthasar ging akkoord om de stokvoorraad liturgische boeken volledig over te nemen, met uitzondering van het Missale Caramelitarum van 1665. Dit is een missaal, speciaal gedrukt voor de orde van de, en in opdracht en op kosten van de orde van de Carmelieten. Maar ik vond er geen exemplaar van terug in de Vlaamse erfgoedbibliotheken. Maar na hard zoeken vond ik gelukkig nog twee exemplaren die bewaard werden in de Sint-Anna-kerk in Botlaren, nabij Meelbeke. En die stonden daar in een kast in de sacristie. En zo kon ik mij een beeld van deze editie vormen. Het antwoord van Anna op dit voorstel van haar zoon heb ik niet in het Plantijnsarchief gevonden. Maar enkele maanden later kwamen moeder en zoon eindelijk tot een overeenkomst. Peter Goos stelde de finale overeenkomst in tweevoud op. Zo hier links hebben we dus de incipit, voorwaarden en condition op de welke, enzovoort enzovoort. En dan hier de opzomming artikel 1, artikel 2, zo gaat het contract verder. En dit is het handschrift van Peter Goos. Dit is, ik denk het exemplaar van ondertekend door Balthasar, maar ik ben niet meer zeker. Beide partijen hebben dat op dezelfde dag ondertekend, eigenlijk hun exemplaar, met name op 11 januari 1681. Balthasar III ging akkoord om per direct het bedrag van 42.000 gulden contant aan Anna te betalen. En toen Anna Goos 10 jaar later overleed, vond Balthasar, haar zoon Balthasar, 30 zakken met munten in haar woonvertrekken die elk 1.500 gulden bevatten. Dus vermoedelijk heeft Anna het geld van de overname grotendeels opgepot. Ze gunde haar zoon een korting van 30.000 gulden op de overnameprijs. Dit bedrag komt overeen met de bruidsschat die Balthasar had meegekregen bij zijn huwelijk met Anne-Maria de Neuf. Het saldo moest hij betalen in 12 jaarlijkse termijnen aan een rente van 4%. In ruil werd Balthasar de exclusieve eigenaar van de guldenpasser en uitrusting van de drukkerij. De stokvoorraad liturgische boeken nam hij over tegen de waarde als vermeld in de laatste inventaris van zijn vader. De papiervoorraad kocht Balthasar over aan de inkoopprijs. Uiteindelijk was Balthasar dan toch gezwicht en nam hij een hypotheek op de guldenpasser. Anna en de jongere kinderen bleven er wonen en ze rekenen elkaar geen huurgeld aan. De onderhoudskosten van elkaars huizen waren voor rekening van de eigenaar. De uitstaande schulden van de Hieronymieten en de boekverkopers bleven bij Anna achter. Balthasar beloofde zijn uiterste best te doen om ze te innen. In halfjaarlijkse rekeningen leed hij rekenschap aan zijn moeder af.
2/3 van de ontvangsten moest Balthasar aan haar doorstorten. Het resterende 1/3 deel mocht hij afboeken op de nieuwe rekeningen. Volgens de overeenkomst bleef Anne de grootste eigenaar van de familiebibliotheek. Bijgevolg had ze ten allen tijde het recht om de bibliotheekruimte en de aanpalende tapijtenkamer, of zo noemen ze die kamer, de tapijtenkamer van de Guldenpasser te gebruiken. Ook in het geval dat ze bijvoorbeeld verhuisd was naar een huurhuis en dat Balthasar haar zoon in de Guldenpasser zou wonen. Een aantal titels van het resterende stokvoorraad van niet-liturgische boeken, dus van de weinig die nog overbleven, die hield Anne ook voor zichzelf, voor haarzelf. En ze reserveerde ook het recht om, om van haar zoon boeken terug te kopen tegen dezelfde voorwaarden. Dus kennelijk wilde Anna Goos nog niet volledig afscheid nemen van de boekhandel. Balthasar ontving ook een vergoeding van 1200 gulden voor de reis naar Madrid. De overeenkomst ging in op 15 maart 1681. En op die dag sloot Balthasar Trimoretus de oude grootboeken van de Officina Plantiniana af en begon er nieuwe mee. Maar zoals ik eerder had gezegd, dus de oude schulden die bleven achter bij Anne en dus had hij nieuwe grootboeken nodig om de nieuwe schulden te noteren, die voor zijn rekening waren. En met deze overeenkomst kwam ook de overdracht van de Officina Plantiniana van de vierde naar de vijfde generatie tot een goed einde. Na het overlijden van Balthasar Trimoretus hebben zijn weduwe en erfgenamen niet als in instructies gevolgd. Niettemin zijn ze van een grote boekhistorische waarde. De ego-documenten geven ons unieke en gedetailleerde inzage in de bedrijfsvoering van de 17e-eeuwse Officina Plantiniana. We hebben de erfenis van Christoffel Plantijn immers niet rechtstreeks uit de 16e eeuw ontvangen. De 8 generaties Moretus na Plantijn hebben de erfenis aan zijn ons doorgegeven. Eigenlijk mogen we van geluk spreken dat we de erfenis hebben ontvangen. Want aan het einde van instructie 3 legde Balthasar aan Anna uit dat de Officina Plantiniana na aftrek van verliezen en de kosten van levensonderhoud het familievermogen jaarlijks met meer dan 10% heeft doen aangroeien. En bij investeringen in vastgoed, dus stel dat ze teruggetrokken zijn uit de Officina Plantiniana en het geld zou belegd worden, het kapitaal zou belegd worden in vastgoed. Dus bij investeringen in vastgoed zou het familievermogen volgens hem jaarlijks slechts met 3% zijn aangegroeid. Dus dat is veel minder dan die 10% met de Officina. Maar dat staat natuurlijk tegenover dat de drukkerij ook heel wat risico's en beslommering met zich meebrengt. En daarom zou Balthasar het volkomen begrijpen indien Anne besloot om zich uit de handel terug te trekken. En uiteindelijk besloot pas de 9e generatie diep in de 19e eeuw om de Plantijnse drukkerij definitief stil te leggen. Dank u wel voor uw aandacht. Dank u, Christophe, voor deze heldere en duidelijke presentatie. Ik weet dat het moeilijk is om vragen te stellen, maar iedereen kan reageren via de chat. Dus ik zou onze leden en deelnemers willen aanraden om misschien te reageren via de chat. Ik weet niet of er reacties zijn. Ik zie op dit moment geen reacties. Ik weet niet, ik heb misschien zelf een vraag. Wat is er uiteindelijk dan gebeurd met Anna Goos? Je hebt gezegd, die is dan 10 jaar later overleden. Maar had hij dan nog iets te doen met de boekhandel zelf? Of wat heeft hij gedaan met de boeken die zij behouden heeft? Ze heeft er uiteindelijk niks meer mee gedaan. Dus die boeken die bleven gewoon achter. Ik heb nergens in het archief sporen gevonden dat Anna Goos zijds op bescheiden basis terug actief wordt in de boekhandel. Maar daarnaast heb ik wel sporen gevonden dat Balthasar, maar ook een bepaalde bediende, ik denk niet dat ik vandaag zijn naam heb laten vallen, Michiel Verwild, dat was eigenlijk een beetje de klerk en boekhouder van de Officina Plantiniana, die net geen 50 jaar voor de Officina heeft gewerkt. En ze heeft dan die oude schulden zitten in. Daar is ze echt nog wel achteraan gegaan. Die oude schulden, dus die afgesloten waren in 1681, die zijn allemaal overgedragen, wordt dus aan een nieuw zo'n schuldboek, een apart boek met die schulden. En dan heeft zij dus een beetje een actief debiteurenbeheer gedaan en al die mensen aangeschreven van alsjeblieft, is dan een openstaande schuld, kun je alsjeblieft betalen. Dus dat heeft ze nog wel actief gedaan.
En daar herken ik ook haar handschrift in. Ja, ja, ja. Er zijn een paar vragen binnengekomen. Zijn er dergelijke bronnen ook voor andere Europese voorbeelden? Zoals jij gedaan hebt, zie je dat elders, die overdrachten, die bronnen, of is het nu echt uniek dat je weet? Volgens mij is het vrij uniek. Ik heb zelf geen andere gelijkwaardige bronnen gevonden, zelfs niets dat echt in de buurt komt. Ja, ja, ja. Zelf niet ook niet voor bijvoorbeeld voor een totaal ander beroepstak of zo. Hè? Zijn er nog vragen? Ah ja, ja. Vraag van Patrick Goossens. Waarom hield Anna Goos zo vast eigenlijk aan die hypotheek? Wat was de strategie? Die hypotheek is dus een advies van Balthazar Twemeretus. Enerzijds wil ze natuurlijk het advies van haar echtgenoot volgen. Maar anderzijds, zo'n hypotheek, die hypotheek was niet ten gunste van een bank of zo. Dus stel dat Balthazar III na de overname niet meer kon betalen, niet meer kon afbetalen. Dan is het niet dat het plots de bank eigenaar werd van de officina Plantiniana. Nee, dan werd Anna Goos terug eigenaar van de officina Plantiniana. En dus zo een beetje vat te houden op de afbetaling, dat Balthazar niet met zijn pet naar zou gooien. Dat ze zeker zou zijn dat zij zou afbetalen. Want, en zo ook dus de andere kinderen zou beschermen. Want die rechten, want die hadden ook nog rechten, dus de kinderen, de zeven andere nog levende volwassene kinderen, die allemaal in de geestelijkheid waren getreden, zij hadden ook nog rechten op de nalatenschap van Balthazar II. En die willen ze natuurlijk ook beschermen. Ja, 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 niet duidelijk. Nog een vraag van Achje van Kouwelaert. Jouw ontdekking in Bottelaren, hè, van die druk... Ja, blijft die daar of komen op termijn zulke drukken naar het museum? Of hoe moet ik dat... of dat is een boek dat op jullie kooplijstje staat, neem ik aan. Ja, ik zou het inderdaad wel graag verwerven, uiteraard. Ja, de kerkfabriek van Bottelaren heeft twee exemplaren, maar eentje is eigenlijk zeer onvolledig. De titelpagina en een paar katernen en daar blijft het bij. De andere is zo goed als volledig. Ze hebben er een stuk of 20 oude liturgische drukken in een sacristie, in een kast in een sacristie. Naast ook een hele hoop modernere liturgische werken, die dan eigenlijk beheerd worden door de vrijwilligers van de kerkfabriek. Ik heb geen idee wat de kerkfabriek van Bottelaren, welke plannen ze hebben, maar we zijn er wel blij mee, denk ik. Ik heb die ook gevonden omdat het archief zelf van die het oude archief van de kerkfabriek van Bottelaren is overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief. En is daar ook geïnventariseerd. En men heeft toen ook de collectie liturgische boeken mee geïnventariseerd. Dus ik heb die eigenlijk gevonden in een inventaris van het Rijksarchief. Maar dat is een zeer sumier, want een inventaris van haar archief, dat is niet bedoeld om oude drukken te beschrijven. Maar ik heb die twee exemplaren van de Missaal van de Karmelieten en ook nog één of twee andere, die ook samen in die boekband waren gebonden, in de short title catalogus Vlaanderen beschreven. Maar ik had niet meer tijd. Het was toen augustus of september vorig jaar. De lockdown was toen tijdelijk een heel wat verminderd. We mochten wat meer. Ik kon dus helemaal naar Bottelaren rijden om op afspraak te bezoeken. Met mondmasker enzovoort natuurlijk. Maar het probleem was, de koster moest de hele tijd bijblijven. En de koster die was de hele tijd op zijn horloge aan het kijken, want die moest duidelijk nog een andere afspraak doen. Die zat echt op te passen van, maak haast, maak haast, maak haast. Dus ik heb het hoogste minimum kunnen doen om foto's te nemen. En de werkelijke invoering, de beschrijving heb ik achteraf gemaakt.
omdat ik geen tijd had. Maar ik wil graag nog eens terugkomen, want, er zit ook, want ze bewaren dus toch nog verschillende bijkomende liturgische oude drukken. Gedrukt in niet alleen door de Moretische, maar ook van de Verdussens in de 18e eeuw. Dus het lijkt me wel interessant om die collectie ook nog in bijvoorbeeld in een soort tijdelijk catalogus Vlaanderen te ontsluiten. En dan nog om terug te komen, is waarom dat we het niet in een museum Plantijn Moretus bewaren. Toevallig is er inderdaad, bewaren wij wel een missaal gedrukt door de officine Plantinianen in 1613. Van een andere kerkfabriek in dezelfde streek, van Sint Martens Latum. En dat is het missaal van 1613, dat is eigenlijk het eerste missaal dat met boekillustraties van Rubens. En de kerkfabriek van Sint Martens Latum heeft dat bij ons in langdurige bruiklijn gegeven. Dus wij bewaren dat, het blijft dus eigendom van de kerkfabriek van Sint Martens Latum, maar wij bewaren het wel bij ons in ons depot en het is bij ons raadpleegbaar in onze leeszaal. Ja, oké. Okay. Ik heb nog een vraag van Christel Bekers. En zij vraagt, was het strategisch dat de broers en zussen clerici werden? Of was dat uit overtuiging? Of moesten ze? Of hoe moeten wij dat opvatten? Ik denk dat beide elementen meespeelden. Dus in die instructies stelt Balthasar echt wel heel duidelijk van dat ze zelf volledig vrij mochten kiezen of ze voor het huwelijk zou gaan, dus het wereldse huwelijk, of voor de geestelijke staat zou kiezen. Dat ze dus een beslissing alleen maar aan hun geweten moesten laten afhangen. En bijkomend drukte zelf Anna Goos op het hart om ook zo die instelling ook aan te houden. En hun zonen of dochters niet in de een of de andere richting te pushen. Maar anderzijds kwam het natuurlijk wel goed uit voor de eenheid van het familiekapitaal. Maar in een ander geval, stel dat bijvoorbeeld één of twee van die andere kinderen, zowel een zoon of een dochter, toch zouden gehuwd zijn, dan maakt dat eigenlijk niet zoveel uit voor de officine Plantinianen. Want bij de overname door Balthasar III Moretus, moest hij toch sowieso zijn mede-erfgenamen uitbetalen. En dan moest hij waarschijnlijk wel voor lenen, want hij had natuurlijk niet al dat geld ter beschikking. En waarschijnlijk nog jarenlang zijn mede-erfgenamen uitbetalen. En dan maakte het minder uit of dat naar een gezin ging dat ook zelf kinderen had. Dus een broer of een zus getrouwd was en ook zelf kinderen had. Of dat het naar een ongetrouwde geestelijke broer of zus ging. Wat dat wel maakt in een volgende generatie, van stel getrouwde broer en zussen met kinderen, de kapitaal gaat verder in die tak van die familie. Maar als een geestelijke overlijdt, dan komt het kapitaal terug naar de hoofdtak. Oké, op die manier. Dus dat is het verschil. Ja. Oké, ik ben even aan het kijken of er nog vragen zijn. Ik zie niet meteen iets verschijnen. Dan ga ik misschien toch voorstellen, als er geen reacties meer zijn, dat misschien de algemene vergadering en jouw presentatie beëindigen. Christophe, namens ons allen heel hartelijk dank om ons meegenomen te hebben op deze life cycle, zou ik zeggen, tocht, waar heel wat meer komt bij kijken dan ik eigenlijk wel dacht. Ik vind het heel menselijk, het heen en weer van de contracten. Iedereen die constructief wil werken. Ik moet zeggen, het is heel eigentijds. En als jurist vind ik het wel knap om daar zo naar te kijken. En gefeliciteerd met ontdekking allemaal van de handschriften. Heel leerrijk. Proficiat voor het artikel. En we hopen jou in de toekomst nog heel veel te horen en te lezen.